Tony Villena, hoe is de stemming in de kleedkamer? Ik denk toch goed, want jullie winnen uiteindelijk met 1-0. Daar gaat het om. Ja, iedereen was wel blij na de wedstrijd. Het was een moeilijke wedstrijd. Dus iedereen was wel tevreden. Ja, Ronald Koeman had het erover dat het met name de eerste helft op het middenveld niet liep. Had je dat idee ook, dat jullie op dat moment het moeilijk hadden? Ja, je was elke keer even wisselen van plek. En ja, met Harmet en Ruud was het toch wel even anders. Omdat normaal Lex en Jordi daar spelen. Dus ja, het was wel even zoeken. Maar ik denk dat we het goed hebben opgepakt, tweede helft. En wat de trainer ook zei, is dat toch die nederlaag in Heerenveen er toch heeft ingehakt. Dat merkte hij deze week op de training. En toch ook ja, deze wedstrijd. Ja, misschien wel. Omdat ja, het is toch wel moeilijk te verwerken. Omdat je daar dure punten hebt laten liggen. Maar ja, dat we nu weer 3 punten hebben gepakt, is alleen maar beter voor onze vertrouwen nu. En we moeten gewoon weer verder kijken naar volgende week. Ja, want de punten tellen, hè, in deze fase van de competitie. Ja, die tellen zeker. Ja, want anders had het seizoen mogelijk als een nachtkaars uitgegaan. En ja, nu staan jullie in ieder geval 24 uur tweede en doen jullie nog gewoon volop mee. Ja, dat klopt. Dus dat is alleen maar mooi. En nu, dit weekend, achterover leunen en kijken wat de concurrentie doet? Ja, ik ga gewoon afwachten wat de anderen doen. Gewoon lekker thuis genieten. Ja, dan winnen jullie in ieder geval wel hier in het eigen stadion. Er is een hele discussie, hè, over een nieuwe Kuip. Hoe sta jij erin? Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk dat het wel goed is. En dat we, ja. Het is gewoon mooi dat we weer een nieuwe stadion krijgen. En hopen dat het daar ook zo is hoe het nu ook is. En dit stadion is fantastisch. En ja. Ja, want jullie doen het thuis eigenlijk fantastisch. Hè? De laatste nederlaag dateert alweer van 2011 hier in de eigen Kuip. Kortom, het is heel belangrijk, hè? Zo'n thuiskuip voor jullie. Ja, het is een hele mooie stadion waar ik als kleine jongen altijd wou in spelen. Dus het is alleen maar mooi dat deze stadion er nu nog is. En als de andere stadion er is, dan zien we het nog wel.